Oeh, als dat maar goed gaat. Er zit hier iemand onder de grond. Ik moet hier weg, bedoel ik. Hij kwam overeind om een veilig heenkomen te zoeken, maar dat bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Op het moment dat hij opstond, verrees er een grote boomwortel uit de grond, die zich doelbewust naar hem toe bewoog. En hogerop dreigde een lange boomtak hem te omhelzen. Het werd de ontredderde heer duidelijk dat dit niet alleen de aanzwellende wind kon zijn, maar dat er andere krachten in het spel waren. En dat werd hem nog duidelijker toen hij het op een lopen zette. Om hem heen kwamen de bomen in beweging. Ze rukten hun wortels los en schoven in zijn richting, zodat de open plek al spoedig gevuld was met dreigend en zwiepend loof. Het is mij niet mogelijk de gedachtegang van heer Olly te schetsen, want die hing als los zand aan elkander. Geen wonder. Het is nu te begrijpen wat kapitein Walrus bedoelde toen hij het over een donderbos met bavia's en tarmolijnen had. En iedereen die wel eens in zo'n woud geweest is, weet dat daar geen plaats is voor geordend denkwerk. Heer Bommel rende dan ook verwilderd voort. Help! Help! Topoes! Ima! Help! Waar ben je? Ik ben hier! Oh! En jij niet? Als jij niet bent, kan je niet verder. Nee. Loop achter mij, staat aan. Heer Olly gehoorzaamde en slofte versuft langs de geschrokken bomen terug naar de aanlegsteiger, waar de gondelachtige boot nog lag. Hij merkte nauwelijks dat ze even later weer verder dreven in het maanlicht. Maar hij hoorde wel de stem van de hengelaar. Volgende aanlegplaats. De volgende morgen hing de bediende Joost in een lusteloze houding op het bordes van slot Bommelstein. Het was met zijn nachtrust niets meer geworden. En nu probeerde hij door het inademen van vochtige herfstlucht weer op krachten te komen. Geen spoor van heer Olivier. En toch heb ik de politie gewaarschuwd. Die heeft hulp toegezegd, maar waar zijn ze? Misschien die naderende auto. Nee, dat is het voertuig van de heer Dorknoper. Goedemorgen. Is de heer Bommel thuis? Dit is de heer Schifter, adjunct-inspecteur van de bouwcommissie. Ja. Hij heeft een brief ontvangen die een onderzoek van dit pand noodzakelijk maakt. Dat is met het oog op de bouw van de nieuwe woonwijk Buitenrommel. Gezien foliant D127, we moeten de zaak grondig doorpeilen. Het spijt me. Zolang heer Olivier er niet is, kan ik geen toestemming geven om mee te werken aan die woonwijk die zonder zijn goedvinden plaatsvindt. Intussen zweefde Tom Poes nog steeds op de gekeerde luchtstroom over het landschap. Dat begon hem natuurlijk erg tegen te staan, want het is geen pret om een hele nacht op een touw te zitten, vooral niet als men de verkeerde kant op gaat. Toen hij dan ook slot Bommelstein in het oog kreeg, zette hij zijn voet in de lus en greep de spijker die hij had meegenomen. Dat ik hierheen geblazen ben is het toppunt. Ik ga die ballon kapot prikken, want ik heb er genoeg van. We willen dit pand alleen maar even vluchtig doornemen. Even vergelijken met het gestelde in foliant D127. Het is urgent. Met uw welnemen is heer Olivier afwezig. En zonder hem kan ik niet zo vrij zijn om medewerking te geven. Ik ken mijn plicht. Al zou de hemel Joost, vallen... kijk uit! Men moet toch wel voorzichtig zijn met het gebruik van sterke taal. Dat blijkt toch maar weer. Heb je je pijn gedaan, Joost? Het is zeker een misverstand. Heel jammer van de vermorste overheidstijdeenheid. De brief leek me toch ernstmatig bedoeld. Zeker gezien het gestelde in foliant D127. Wat komen die twee doen? Die ene is doorknoper, maar wie is die magere? Een hoge van de bouwcommissie, als ik mij zo mag uitdrukken. Ik kwam Bommelstein onderzoeken zonder heer Oliviers goedvinden. Had het over foliant 100 zoveel. Ik heb mij verstout om hem de toegang te ontzeggen. Wat denkt u, jonge heer? Zou een aspirientje helpen tegen hoofdpijn en een zere rug? Van de bouwcommissie? U kunt rustig binnenkomen, heren. Ik weet alles van die brief af. En ik ben er zeker van dat heer Olly geen bezwaren zal hebben. Maar Joost wist dat niet. Mooi. Het gaat om foliant D127. Mm-hmm. Even doorpeilen. Zo gepiept. Vreemd. Er staat de jonge heer aan te pappen met de bouwcommissie. Wat zou die van plan zijn? Zou heer Olivier dat werkelijk goedkeuren? Ach, was hij er maar.
Ik heb de politie verwittigd, maar men doet niets. Maar hij vergiste zich. Om 22:30 stapte brigadier Snuf het bureau van commissaris Bas binnen om rapport uit te brengen. De 3 bekeuringen. 1 wegens het uitsliepen van agent Kloppers. 1 wegens diefstal van een broodje. En een parkeerovertreding. En er is een vermissing aangegeven. Meneer Pommel OB is verdwenen. Weggelopen in een overspannen toestand. Zonder medeneming van kleding, levensbehoeften of chocolademelk. Bommel. Ja. Altijd dezelfde. Verdwenen, hè? Ja. Niet de eerste keer. Nee. Bommel komt wel weer terug. Dat doet hij altijd. Is trouwens altijd in overspannen toestand. Niks bijzonders. Nee. Hou een oogje open, Snuf. Natuurlijk, maar doe voorlopig niks. Omstreeks dezelfde tijd had de burgemeester bezoek van de heer Schifter, de adjunct van de bouwcommissie. Ik heb gehoord dat u ontslag hebt aangevraagd, burgemeester. Jammer, maar geen reden om de boel te verslonsen. Verslonsen? Hoezo? Van uw belangrijkste inwoners, de heer Bommel, is verdwenen. Ik heb het vermoeden dat er een complot achter zit dat de nieuwe woonwijk betreft. Daar zijn immers kapitalen mee gemoeid. Maar waar is de heer Bommel? Ja, dat weet ik niet. Dat is een zaak van de politie. Waarom doet u niets voor die nieuwe woonwijk? Kent u Foliant D127 soms niet? Waarom bent u de raad niet goed voorgegaan met informatie? Ontslag zal u niet helpen, waarde heer. Ik zal de inspecteur inlichten en hem verwijzen naar artikel Z13 dat het einde behandelt. Verbind me door met commissaris Bas. Juist, daar ben je. Waar is Bommel? Wat heb je daaraan gedaan? Daar zit het complot van een kapitale woonwijk achter. Waarom heb je er niets aan gedaan, Bas? Ik ben nog steeds in functie. En ik waarschuw je voor artikel Z13. Men moet mij ten goede houden. Ik heb er geen rust bij, zodat ik erg ongerust ben. Ik had gisteren wat geld voor een boot moeten vrijmaken, zoals de jonge heer voorstelde. Maar ik heb niet naar hem geluisterd. En daarom heeft hij nu vreemde bouwvakkers door het huis geleid, terwijl heer Olivier afwezig is. We hadden dat riviertje moeten opvaren. De politie doet immers niets. Jij hebt toch de vermissing van meneer Bommel gerapporteerd? Juist, de politie is onmiddellijk aan het werk gegaan. Er is sprake van artikel Z13. Wat weet jij van die verdwijning? Ik ben onmiddellijk aan het werk gegaan. Heer Olivier heeft een schip laten stranden. Mm-hmm. En is toen in een verdacht woud verdwenen. Dat heb ik vernomen van een bevoegde zeevaarder, ik me zo mag uitdrukken. Heer Olivier moet wel erg van streek zijn geweest. Aha. Geen wonder, zonder voedzame maaltijd of chocolademelk. Goed, je moet de plaats wijzen waar dat gebeurd is. We gaan met een boot van de waterpolitie de rivier op. Niet lang daarna kon men in de rivier de Rommel een snelvarende politieboot waarnemen. Brigadier Snuf en de bediende Joost stonden op de voorplecht en speurden de lege watervlakte af, terwijl de regen hen droefgeestig in het gelaat drupte. Een kale boel. Je kan zien dat de zeevaart slecht gaat. Ik zie geen schip. Houdt u mij ten goede. Dat schip lag ongeveer hier. Hmm. Ik weet het zeker. Hoewel ik me niet zo goed voel, omdat ik niet tegen een storm op zee ben opgewassen. Nee. Maar ik zie het aan dat huisje. Daar hebben we een roeiboot gehuurd, met u goedvinden. Ik zie geen schip. Het is nu weg. Weggevaren, denk ik. Maar tegenover dat huisje moet de ingang van de stroom zijn waar heer Olivier in verdwenen is. Snuf gaf de koersveranderingen aan en de motorboot voer op de rechteroever af. Maar daar was slechts een wilde plantengroei waarneembaar. En in plaats van het riviertje was er alleen een kleine baai te vinden. Een doodlopend spoor. Aan dat soort verklaringen hebben we niks, hoor. Moet verbeelding geweest zijn. Maar de heer Walrus heeft het ook gezien als kapitein zijnde. Nadat de politie hem weer bij Bommelstein had afgezet, begaf Joost zich rechtstreeks naar het huisje van Tom Poes en deed klagend verslag van zijn wedervaren. Ik zie in dat ik verkeerd gehandeld heb, jongeheer. Gisteren was dat riviertje er wel en nu niet meer.
Ik had met u het bootje moeten huren, omdat men het ijzer moet smeden als het heet is. Mm-hmm. Nu is het te laat. Ach, ik heb spijt en ik ben graag bereid om mijn spaarpot aan te spreken, als u soms nog een list weet. Hmm. Ik weet nog geen list, maar ik moet die ballon betalen en verder moet ik maar eens nadenken. Het is jammer dat de politie het heeft opgegeven, want die heeft alle hulpmiddelen. Maar hij vergiste zich. De politie had het helemaal nog niet opgegeven. Als die eenmaal in beweging is, zit ze niet stil. Zo stond brigadier Snuf op dat moment bij de haven van Rommeldam, waar het stoomschip Albatros die morgen was aangekomen. De loodsen en pakhuizen lagen er verlaten bij en er was niemand te zien die hem terecht kon wijzen. Maar over de kade naderde een oude zeerob, gevolgd door een matroos die een plunjezak droeg. Dat treft kapitein Walrus. Die moet ik juist hebben, want die kan me vertellen of Bommels bediende onzin heeft gepraat of niet. De gezagvoerder bleef staan toen Snuf hem over zijn stranding aansprak. En de matroos Smeergaren zette de plunjezak zo lang maar op de grond. Ja, dat was Stommels. Ja. Die heeft me een stranding bezorgd, maar niks om je druk om te maken hoor. Okay. Met de vloed kwamen we weer vlot. Geen verbogen platen en geen lekje, meneer. Oh, gelukkig. Een goed schip, maar niet jong meer. Nee. Ze gaat naar de sloop. De bediende Joost heeft verklaard dat Bommel in het groen verdwenen is. Die Joop heeft gelijk. Bommel zat in een fantasiesloepje. En toen hij ons op een zandbank had gejaagd, verdween die in de bakboord Rimboe. Die oever deugt niet, meneer. Drijfgrond met waaibomen. Lijkt mooi. Maar je komt er niet meer uit. Jammer van Bommel. Een overgehaalde buitenkluiver, maar altijd goed van schade vergoeden. Ik heb heel wat met hem meegemaakt, als ik nog eens naga. Heer Olly was zich niet van deze zachte gevoelens bewust. Hij liet zich willoos in de gondel op de stroom van de rivier meedrijven en beklaagde zich over zijn droevig lot. Ik weet niet waar ik ben, maar ik wou dat ik er niet was. Zou er nooit een einde aan dit tochtje komen? Tom Poes ging met Joost naar Bommelstein, omdat de trouwe bediende per oude schicht naar de stad wilde. Ik zal zo vrij zijn mijn aandeeltjes te gelden te maken. Dan hebben we wat geld om handen om iets te gaan doen. Als u dan intussen verzint wat we gaan doen, kunnen we aan het werk, met uw permissie. Het is niet gemakkelijk, Joost. We kunnen de oude schicht niet gebruiken om heer Olly te vinden in die rare bossen. En die ballon was ongeschikt, heb ik gemerkt. Een vliegtuig zou misschien iets zijn, maar dat kan er niet landen. Daarvoor zou mijn geld ook niet toereikend zijn. Ik ga nu maar, jongeheer, voordat de bank sluit.